What's up boys, welkom bij een nieuwe video van Minecraft. De video is een uur lang, dus ja, dat is gestopt. Kobe. Ja? Anders, klein ideetje. We kunnen al het pure hout strippen. Want hier beneden is een blokje gestript. Kom eens zien of dat je dat leuk vindt. Aan de deur. Ja, deze is gestript hout. Vind je dat mooier dan gewoon? Ja, eigenlijk wel. Dan gaan we al het gewoon rechterklik. Linker. Linkerklik. Ja, bijna. Ah ja. Oké, dat ga ik boven dan ook nog doen. Maar heb je dan nog puur hout voor mij? Nee. Ik heb wel nog wat planten. We hebben puur hout nodig voor hierboven. Gaan we de hoeken ook strippen? Ja, de hoeken ook, daar was ik mee bezig. Oké. Ik heb 21 jonge eieren, dus daar kan ik er wel een paar van planten. Hij is geliefd, oké. Oké, dat is dan minder lawaai. Ik heb er even 9 van neergezet. En wat zit die hond in deze boot? Oh ja. Ik was vergeten dat ik... Wat zit de hond in die boot? Ja, ik had vergeten dat ik mijn hond in de boot had gedaan om hem te vervoeren. Hondje zit. Nee, zet hem in ons huis. En breng hem anders naar boven en laat hem daar zitten, dan zal ik ook doen met mijn honden. Maar laat hem gewoon recht staan en laat hem teleporteren. Nee, dan gaat hij rondjes lopen. Allee, rondlopen. Want honden luisteren niet al te goed. Maar nu ga ik hem wel moeten laten lopen, want hij zit vast. Kom hier rondjes, kom hier naar boven. Kom naar boven. Ik vind het nog iets makkelijker om hem te duwen dan dat hij mij volgt, wat hem niet doet. Mijn honden waren mij dan net wel aan het volgen, niet meer. Zitten die nog altijd maar, mijn honden? Ja. Die volgen niet. Ik zal ze wel gaan duwen. Oh, die lopen hier wel rond, maar kunnen ze niet naar boven of zo? Normaal gezien wel, maar ze volgen niet. Honden luisteren niet zo. Die van mij? Die zaten in die hoek dan net. En nu zijn ze al naar daar gelopen. Ah, mensen. Blijven ze daar deel goed staan? Nee, ze lopen wel rond, maar de juiste richting doen ze niet. Come on. Oh, eentje naar boven. Zit, rondje, zit. Willen we eentje anders... is Kobe. Boven. Willen we anders maar een deel boven bouwen? Dus niet over heel het ding. Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat dat mooier is. Duw jij dan nog die laatste hond? Oké. Die het daar random zit. De laatste hond van ons. Maar als hem in een hoekje zit, is dat minder gemakkelijk. Want dan kunt je hem niet duwen. Ga hem naar hier laten lopen. Oh, hij gaat naar boven. Nee, hij springt naar buiten. Wat doet hij? Hij springt van het dak af. Zo springt je benen nog, stomme hond. Oké, nu moet je het doen. Volg mij. Volg baasje. Creeper naast ons huis. Oh, ren. Hij mag niet ontploffen. Oh! Nee! Bakhuis. Ah, het is maar een... klein groot gat in ons huis. Een klein groot, ja. En dat is echt positief. Ga weg. Hond even aan de kant, we moeten het herbouwen. Kom, bouw jij de muur, dan probeer ik mijn hond naar boven te krijgen. Er is best veel gewoon vernietigd. Ja, dus aan het hout. Er is het hout en maar een heel klein beetje kei dat vernietigd is. Nee, ik bedoel echt weg, zoals al de rest van de muur. Kom.
Nee. Nee, niet naar buiten, niet naar buiten, niet naar buiten. Blijf, blijf, blijf. Ziezo. Blijf op, blijf zitten. Bra. Voilà, ze zitten allemaal op. Enderman. Oeh, kill die. Niet in zijn ogen kijken. Maar niet in zijn ogen kijken, die gaat mij killen. Weet ik. Moet ik hem aanvallen? Als je wilt, mag je dat. Maar je zei killen. Ah wel. Daar is hij zelfs. Of gaan we mannen samen aanvallen? Die is hier achter deze boom. Oké. Ik kom eraan met mijn net niet gebroken zwaard. Yep. Kom je? Gaan we hem pakken? Okay. Pak eerst de zombie. Yes. Gaan we hem nu killen? Ja. Kijk hem in het oogje. Zelf al boos op mij, man. Oké, okay, volgende nacht. Zijn die in het water? Nee, in het water dan. Endermens gaan dood als ze water aanraken. Ja, maar hij was boos op jou, waar is hij nu ineens? Even weggeteleporteerd, omdat hij pussy is. Ja, maar was richting het water geteleporteerd, daarom denk ik het. Misschien is ze naar een ander eiland. Zijn wij er tenminste vanaf, hè? Ja. Yeah. En nu de muren bouwen voordat mijn hond zelfs recht staat en dat hij dan pak afkomt of jouw hond. Voordat ze zelfs van het dak afspringen, want dan zie ik die honden nog wel doen. Zoals daarnet. Mijn hond is daar net al van het dak afgesprongen. Ja. Zeg eens, die boom zit hier in ons huis gegroeid of zo. Ja. Waarom eet ik rot vlees? Loser. Waarom eet je ook rot vlees inderdaad? Zodat het weg is. Heb je nog puur hout? Ja. Kom je dat dan hier zetten, dan maak ik... Als jij het zet, dan maak ik het anders, het hout. Plop. Plop. Wat doe je? Plop. En waarom zit je dan hier? Hier moet dat toch niet? Jawel, voor de raam toch? Ah ja, voor het raam. Ja. Maar dat doen we zelfs al, dat passen we zelfs al aan. Oké. Ben je gevallen of zo? Ja, ik ben gevallen omdat ding wat ik niet kon zien, de huis op te veranderen. Ik kon het niet goed zien van, ik kon niet zien van boven. Zet toch hier op elkaar, hè? Zoals bij deze. Ja, maar ik heb geen hout meer. Oké, hak dan. Daar is een huge-ass boom. Deze boom gaan we met z'n tweeën moeten hakken. Want deze is huge-ass. Deze, waar ik nu in sta. Oh, ik hoor een spin. Deze, deze. Ik niet. Ik ben door. Deze boom hier. Ik kan nu ook eens spinnen inderdaad. Ja, aan de overkant van het water. Ga ik hem gewoon killen? Ja. Ja, fuck it. Wat komt die in het water koeken loeren, hè? Kutfilm. Je bent dood, hè? Zomaar in het water komen, koekeloer, wat denk je wel, man? Ik heb 0,22 hout, yes, 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 yes. Nice. Wee. Au, mijn reet. Ik ga even nog wat glas pakken. Maar we hier drie stukken glazen. Ah nee, dit zijn er vier, laat maar. Laat maar, hup. En hup. Nee, hier moet geen glas, hè. We doen er jawel. Twee, hè. Nee. We
doen twee stukken glas, hier Ja, twee. daar twee en hier één. Nee, dat symmetrisch is. Het moet maar het is ook symmetrisch zijn. Symmetrisch. Kijk eens naar de andere kant. Ja, maar dit is symmetrisch. Kijk, hier twee en hier in het midden twee stukken glas. Maar dan is het hier dat niet meer symmetrisch. Het was hier maar één. Ah, oh, dat is gewoon, jij bent zo raar. Dank u. Dat is ook gewoon echt zo, jij bent ook raar. Doe jij nog wat puur hout? Ik kan nu ander hout maken voor mijn tak en voor alles. Ja, meer dan een stek. Moet wel genoeg zijn. Hoop ik. Voor de muren en zo. We maken een muur van drie horen. Ja. Geronimo! Hebbes. Wacht, ik kom. Ik kom wel naar binnen. Dus. Daarna nog het pakken, dan zijn we al klaar. Hè? Dan nog inrichting. Hoe gaan we deze video noemen? Gewoon nieuw huis? Ja, nieuw huis bouwen. Nieuw huis bouwen, doe dat maar. Hier zijn gewoon verzot veel bomen. Ja, maar wij hebben die allemaal even geplaatst. Maar ja, we hebben ook crazy ass veel hout nodig, hè? Want dit is geen ja, dat klein is waar. Projectje, hè? Ik vind hem echt mooi geworden. Mijn broer heeft op Minecraft een kasteel gemaakt op de computer. Nice. Dat is ook een creative. En dan de video dat aan het kijken was. Nee, dat was niet zo vijgel bedoel ik. Ah. Maar als je een creative speelt, dan is dat heel makkelijk. En dan moet je niet het aantal zoeken. Mijn broer is al fucking lang bezig geweest met het aantal te zoeken. Ja. Ik heb 20 stuk hout. Zelfs niet verschieten als je opeens vanuit de lucht wordt aangevallen. Ja, ik weet het wat. Dus mijn broer is die ook al aangevallen. Een kat Je moet nu nog één gewoon. Het zou nu eigenlijk geweldig zijn moesten we katten hebben. Dan zouden die phantoms ons niet aanvallen. Serieus? Phantoms haten katten. Net als creepers katten haten. Ik kan nog wat wol zoeken, denk ik. We kunnen allebei een dubbel bed vinden. Okay. We gaan wel even de bovendieping zetten, want het enige wat we daar kunnen zetten zijn bedden. Yeah. En onze honden. Weet je, ik heb een idee. Ik heb een idee, Maro. En dat idee is. Ga je iets doen? Toen ik ben de pro master. Geef mij mijn stack out. Je mag zelfs komen kijken, nu nog niet, hè? Oké. Okay.
Waarom is hier een boom gestript? Dat heb ik één keer per ongeluk gedaan. Oh. Nog niet komen kijken. Oké. Okay. Ik ga gewoon even de gevallen jonge eikjes oprapen. Ik denk dat ik al ga beginnen met boerderijtje. Oké, nu mag je wel kijken wat mijn plan is. Oké, kom. Van de bovenverdieping. Wat de fuck, hier zit een stuk boom in het huis. Nice. Hierachter maken we de hondenkamer. En hierachter maken we de slaapkamer. En dit is een halletje. Begin al maar. Dan zetten we de honden. Ja, ik kan ondertussen deuren pakken dat we daar al kunnen zetten. Hadden we niet nog deuren? Ja, ik had nog deuren inderdaad. We hebben twee deuren. Als we sparrenhout hadden, dan had ik een heel mooi modelletje om in de hondenkamer te maken. Kom, hondje. Kom. Kom. Heb je mijn hond al ingezet of was dat een random hond? Oké, kom, hondje. Kom. Ja, gewoon één van de honden hier. Kan ik deze eruit zetten? Ja, deze is van mij. Ik heb twee honden, want deze is niet van mij. Ik heb ook twee honden. Brave jongen. Kom maar hier, rondje. Kom, 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 kom. En glits niet door de muren heen, dwaas. Kom, kom, kom. Kom, kom, rondje. Kom, kom. Rondje. Maar wat kun je eigenlijk een hond... Ah ja, je kunt een hond lokken met botten, hè? Met vlees. Met botten tem je ze. Met vlees? Allee. Met vlees kun je ze helen en zo, dus ik denk wel dat je ze ook zo kunt temmen. Hoezo? Met wat voor vlees eigenlijk? Want wat de fuck? Gewoon van alle vlees. Maar ik denk niet met vis. Nee. Kom, hondje, kom. Oh, nee. Ik heb 26 jonge eiken. Vast zitten, nu moet ik hem nog helemaal de trap opschalen ook. Ah, zit ik in dus. Hey, kijk niet zo naar mij. De kist. Kijk niet naar mijn vriendjes. Dwaas, omdat je maar niet naar beneden moet komen als je nu naar de medehonden gaat kijken, hè, dwaas. Kom nu naar boven, hup, kom. Laat hem even recht. Kom naar baasje, kom, kom. Ja, staat recht. Oh. Kom, hondje, kom, 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 kom. Ja. Ga hier binnen staan. Ey. Ja, kom, kom, kom maar. Kom maar. Zit. Duw maar zo. Zo. Ja. Voilà, weet je wat we doen? Laat de honden eens recht staan. Mijn twee honden staan. Kom hier, jongens. Heb je nog drie hout? Wat hier, drie hout? Hierboven. Waar? Als daar. Nee, ik heb geen. Ah, jawel, ik heb wel hout. Oké, mijn twee honden zitten. Nee, die mogen niet. Die moeten niet zitten, maar we laten maar recht staan. Ja, nee, dan gaan die naar ons teleporteren, hè? Ah ja, dan teleporteren ze, laat maar. Ik denk, als ze niet zou teleporteren, dan zou ik ze hier gewoon laten rondlopen, maar. Ja. Ja. Of als je een optie had om ze u te laten volgen, of dat je ze gewoon laat zitten, maar dat ze laat rechtstaan, maar dat ze niet volgen. Ja, spijtig dat dat niet kan. Nou, heb je trouwens je bed hier uitgepakt? Ja, ik heb jou geplaatst. Ah, je hebt al geplaatst? Ja.
Weet je wat we gaan doen? We gaan schapen zoeken en dan gaan we proberen twee een dubbel bed te maken voor ons beiden. Oké. Okay. Zet jouw bed even ergens meer rechts. Ik heb die al geplaatst. Ja, maar ik zet hem aan de rechterkant helemaal. En die van mij helemaal aan de linkerkant. Ik ga het niet doen, ik ben daar terug. Oh, kut. Zo. Neem even iets mee en ik ga even niet doen, ik kom nooit terug. Ah, deze nacht kunnen die beesten komen, hè? Denk het wel. Of is dit juist maar... We hebben... Ik denk dat we meer dan drie nachten... Dus dank je de vierde, hè. Er zijn skeletten beneden. Oh, hè? Oh. Stik. Niemand zal hem missen. Als dit de vierde nacht was, zouden we nu al lang in gevecht zijn. Mijn broer heeft ook al super lang moeten wachten. Zie je wat ik aan het doen ben? Ja. Yeah. Hoe moet je dat niet zien? Zie je me? Ja, ik zie je. Oh, wat zijn we even aan, man? Ik wou nog een hond hebben. Ik wil die kamer zo vol zetten naar honden. Ik heb 37 botten mee. Huh. Ja, hij is, van mij. Willen we zelfs anders volgt gaan? Mij? Willen we zelfs hij volgt mij. Willen we zelfs anders gaan, schat jagen? Allee. Hoezo schat jagen? Schat jagen, dat we scheepswrakken gaan zoeken. Is er nog ergens een wolf? Dan kan jij misschien ook nog een hond krijgen. We zullen nog wel eens een wolf zien en dan is die van jou. Ik heb officieel... Oh nee, toch niet. Ik heb nog 4 appelen. Ik dacht te zeggen, ik heb officieel geen eten meer, maar ik heb nog 4 appelen. Ik heb 1 appel en 3 wow, het water is zo licht dat het gewoon pijn doet aan mijn ogen. Gaan we ons op jacht van voor eten? Voor meer eten. Ja, of ik kan beginnen werken aan de boerderij. Ah ja, om dan beesten naar daar te rijden. Het is moeilijk op zo'n eilandje een beestje naartoe te krijgen. Maar met eiland, met mijn boerderij bedoel ik echt tarwe en zo. Ah ja, dan nog wel ja. De potten stik ik erin en dan de hond laat ik naar hier komen. Waar is die? Ja, buiten. Waar is de hond? Hier buiten. Hij komt naar binnen. En ik dat ja. Luistert deze hond wel goed? Maar die luistert toe, die volgt mij gewoon. Hé, hey, nu wel komen. Hè. Ik heb je net compliment gegeven, moet je nu wel volgen. Hè. O, honden, leuk dat jullie zijn. We krijgen een nieuwe vriend. We krijgen een nieuwe vriend, jongens. We krijgen een nieuwe vriend. Hey. Kom binnen, vriend. Je hebt al 4 speelkameraden. Zet binnen. We zijn er al naar 5, jongens, we komen met geen hondje in de bel. Een pakketje. Zet dat die honden niet, dat je die niet buiten kunt laten gaan poppen die honden. Zonder dat ik zo rondjes gaan lopen. En als het gewoon kon, dan zouden we die gewoon buiten laten spelen. Hebben we dat niet gewoon stoppen met de video? Ja, we kunnen stoppen met de video en gewoon nog even op camera. Of we gaan nu een andere video maken van minigames. Kan ook. Gaan we dat doen? Ja, oké, okay, kom naar binnen. Kom, we gaan naar ons bedje. We gaan op ons bed staan, we gaan niet slapen. Ga maar op je bedje staan. Oh, hier is de tak nog niet af. Wauw. Ja, ik heb ook niet genoeg hout. Nou ja, dit is wel een gigantisch groot project. Ja, dus ik wilde het leuk vonden, we hebben er meer dan een uur aan gewerkt. Dus er zijn ook 2 verschillende video's geworden. Vond je deze langste video op ons YouTube-kanaal vet? Dan zeker blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal voor als je dat niet hebt gedaan en dan zeg ik
Nu, mannen. Peace out. De spinnen tweeling. Peace out. Weg.